gaan naar Nicolaas Verhul. Die heeft een documentaire gemaakt over Instagrammers die hun volgelingen kopen. En dat is iets nieuws. Ik wist er eigenlijk niks van, maar het is een manier om ontzettend veel geld te verdienen. Kijk maar even mee. Katy Perry has almost 20% fake followers. That is roughly 14 million people that are fake. That are fake. Niet alleen schimmige influencers, ook de grote sterren hebben nepvolgers op Instagram. Ariana Grande, Justin Bieber, Cristiano Ronaldo. Maybe those people in their social media teams actually purchase the followers to get higher up. Je kan niet zeggen dat ze die hebben gekocht, omdat die nep-accounts, die worden aangestuurd door robots, die zijn heel slim. Dus die gaan ook alle populaire mensen op Instagram zelf volgen. Maar ik ben bij een botdetector geweest, of een botdetective. En die kan wel laten zien dat het een enorme wildwest is waar mensen gewoon heel veel bots hebben. En ja, het is één grote troep achter de schermen eigenlijk. En Nicolaas ondervindt in de documentaire zelf hoe makkelijk dat gaat. Je kunt bijvoorbeeld op je meest recente foto of zo likes zetten, reacties. Voor mij zit je op 1000 nog iets. My god. 6000 likes. Ik ben opeens celebrity. Ik wist dat ze nep waren, maar ik vond het toch leuk. Ik bedoel, ja, ik ben ook een band. Voor de verkopers van de fake volgers is het big business, al lopen ze daar niet echt mee te koop. Mag ik vragen hoeveel je er al verkocht hebt? Ja, ik denk. Ja, dat zou ik niet willen zeggen. De privacy. Ja, en nou, de belasting. Sommigen doen het als een bijverdienste en sommigen worden er echt heel rijk van, miljonair. Het is natuurlijk een schaduwindustrie, dus het is niet zo dat je binnenkomt lopen en iedereen doet even een boekje open. Dus we hebben flink wat moeite moeten doen om in deze wereld te duiken. De meeste servers staan in India. Vroeger waren dat clickfarms. Ja. Dan waren dan echt mensen die echt letterlijk jou zaten te volgen met een hand, zeg maar. Ja. En tegenwoordig is er gewoon software ontwikkeld om dat digitaal te doen. Het kan veel sneller. En als je denkt dat nepvolgers alleen door celebrities en influencers worden gekocht, nou, dan heb je het mooi mis. Er zijn ook moeders die likes en volgers kopen voor hun kinderen, kinderen die het zelf kopen. Kinderen die op de basisschool zitten, op de middelbare school, die gewoon een stukje populairder willen worden. Ah. En dat kan kopen en dat is vaak wel, ja, het zie ik dat het moet. Op de basisschool ook al? Ja. Dat kinderen dat zelf moeten doen om dan wel al dan niet populairder te lijken. Dat is wel een beetje een soort toekomstbeeld dat je denkt, wauw, zijn we hier al? Gebeurt dit echt? Nicolaas Verhul heeft een mooi onderwerp daar te pakken, hè, Nicky? Zeker. Ja, het is ook echt iets waar bedrijven gewoon heel erg mee kampen. Maar ook kinderen inderdaad mee kampen. Want je populariteit wordt eigenlijk gemeten door de hoeveelheid volgers die je hebt. Nou ja, moeders kopen ze, maar ook bedrijven. Ik heb daar zelf ook al mee te maken. Wij werken veel samen met influencers. Dus dan kijk je inderdaad naar hoeveel volgers hebben die influencers. Hoeveel likes krijgen die influencers. En op basis daarvan beslissen wij of we zeggen, oké, daar gaan we een advertentie mee doen. Of die geven wij gratis kleding. Maar als je moet toch als je als moeder likes gaat kopen voor je, of de volgers gaat kopen, dan ben je niet helemaal goed bezig, denk ik. Nee, dat is ook zo. Maar die basisschool en die middelbare school, die is zo bikkelhard. Want je bent nu niet meer populair, misschien omdat je een hele coole broek aan hebt. Hmm. Maar het gaat erom. Hoeveel volgers heb jij? En daarmee zeggen ze, ja, ik wil vrienden met jou zijn, ja of nee. Maar is het niet eigenlijk gewoon veel erger dan dit? Het is gewoon fraude. Nou, eigenlijk is het fraude als je er geld voor krijgt. Als je als BN'er opeens, ik weet zeg maar wat, 800.000 volgers hebt waarvan er 600.000 nep zijn, omdat je daarmee beter je producten kunt verkopen, dan is het toch gewoon fraude? Nou ja, kijk, niet als je je eigen producten verkoopt, want dan ben je eigenlijk die van je eigen portemonnee, dus dat maakt niet uit. Maar als jij geld krijgt van andere mensen, dan is het wel zeker fraude. Is het jou wel eens overkomen dat jij een aantal influencers inschakelt die dan eigenlijk nep-influencers waren? Ja, dus wij zijn er ook daardoor meer op gaan letten. Want je hebt bepaalde foefjes waardoor je wel kan zien dat je te maken hebt met fraude. Want er zijn er echt heel veel die dit doen. Je hebt Social Blade. Dat is een website waar eigenlijk je kan zien hoe snel iemand gegroeid is in zijn likes. En eigenlijk gaat dat heel constant. Dus eigenlijk als je gewoon een mooie constante lijn laat zien. Zoals je hier ziet, dit is één waar gekocht is. Je ziet ineens in een dag grote pieken. Ja, dan komen er gewoon ineens 5000 volgers bij. Oh, maar ik zou het zo graag willen zien van al die BN'ers. Dat lijkt me fantastisch. Ja, maar je kan daar dus heel veel uithalen. Maar ook met de likes. Want heel vaak krijg je een advertentie. Daar krijgt een volger of een influencer geld voor. Die eerste minuut, wanneer iemand iets post, daarin worden de likes gekocht. Dus ineens zie je in die eerste minuut dat iemand 5000 likes krijgt. Daarna gaat het gewoon normaal omhoog. Als je die eerste 5000 goed gaat inzoomen, maar moet je wel weten wanneer die foto geplaatst wordt, dan zie je dat het gewoon nep-accounts zijn. Daar hebben we ook een voorbeeld van. Dan zie je dat het een account is, dit. 7000 mensen worden er gevolgd.
dit account is gewoon nep. Wordt door 61 mensen, die wordt dit account gevolgd. Dus dat is gewoon een nep-account. Wat je ook vaak ziet, is die 7000. En dat er dan 5 fotootjes onder staan. En dat is het enige wat je op dat account ziet staan. Ik ben even door de lijst van Marieke heen aan het gaan. Die heeft dus 200.000 volgers op haar Instagram. Ja. Maar dat lijken allemaal wel echte mensen. Ja, dat zijn echte mensen. Nou, dat is wat Expeditie Robinson met je account doet. Oh ja? Dat is maar exponentieel. Ja, maar dan zie je wel daar ook een normale lijn in. En soms kan je ook wel zeggen, je hebt win- en like-acties. Dan zie je pieken ineens in een dag. Maar een piek van 5.000 volgers, dat kan niet als je daarna gewoon ziet dat er 10 afgaan, 20 bijkomen, 10 af, 20 bij. Laten we het er nog een keer over hebben, Nicky. Want we moeten het even volgen met namen en rugnummers. Dan wordt het echt spannend. Ja. Ik ben serieus. Ja. Dank je wel.